Presentatie over Skyway. Ik ben in. Nee, hij wil niet in. Huh. Ja. Ik ben in 2016 gestart met investeren in Skyway. Het bedrijf heet Juninski String Technology. En ik ben een van de leden van het communicatieteam die in Nederland contact hebben met de leiding van. In Belarus, met het bestuur van Skyway Investment Group. En wij zijn in 2020 gestart als communicatiegroep in juni 2020. En wij proberen jullie met alles op de hoogte te houden, zodat jullie van de laatste nieuwtjes die officieel naar buiten gebracht worden, bekendgemaakt worden. En dat gaat in de toekomst wel meer worden. Op dit moment mogen we nog niet alles naar buiten brengen. Dat heeft zijn reden, maar ik kan straks toch wel een paar dingen tussendoor vertellen. Dus goed opletten wat ik vertel. Maar om te beginnen, waarom is de heer Anatoly Juninski hier eigenlijk op het idee gekomen om dit te gaan maken? En dat kwam omdat hij geboren is in Tsjernobyl en iedereen die wat ouder is, die weet wat daar gebeurd is. En hij kwam er dus achter dat het milieu heel erg vervuild kon worden met alle dingen die nu op dit moment er zijn, om eventueel van A naar B te reizen. En het milieu wordt daardoor verschrikkelijk belast. En vroeger was het stoomtrein, maar ook de elektrische trein, die geeft toch heel veel uitstoot. Net zoals de auto's, die uitlaatgassen, is gewoon verschrikkelijk. En omdat hij dat gezien heeft, is hij al meer dan 40 jaar bezig aan een oplossing. En u ziet hier vanaf 1978 tot 2020, vorig jaar, is hij eigenlijk aan die oplossing begonnen. Eind 2020 was daarmee klaar en in 2021 is hij begonnen om het eigenlijk naar de wereld bekend te maken. Maar daar vertel ik u later nog wel iets meer van. Dit is de heer Anatoly Juninski. Hier linksboven zie je hem in de oudere leeftijd, hoe dat hij nu is. En in het midden ziet u hem als jonge man, toen hij eigenlijk begon en hij door iedereen nog een beetje uitgelachen werd. Want zijn eerste project was daarnaast die auto die je op die rails ziet rijden. Dat was het allereerste project. Middenonder zie je dat ook nog een keer. En als u dadelijk ziet wat ik ga vertellen en we laten zien, dan ziet u dat er al heel wat verder ontwikkeld is. Hij is uitvinder dus en designer van stringtechnologie. Hij heeft twee projecten samen met de Verenigde Naties gemaakt. Hij is lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Hij heeft 140 uitvindingen, 18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten uitgebracht. Hij is onderscheiden met gouden medailles, diploma's heeft hij gekregen en de internationale prijs Golden Shell had in 2009 en 2011 en ook in 2018. Dus dat is wel heel erg interessant en dat is een prijs die eigenlijk bijna niemand krijgt. Dat is een hele prestigieuze prijs. Maar om even terug te komen op het milieu. Heel de wereld zal er rekening mee moeten houden. En wat zijn dan de voordelen om met Juninski stringtechnologie in zee te gaan? Nou, ten eerste veel minder gebruik van ruimte. Als je kijkt hier, die pilaren, die gebruiken heel weinig ruimte tegenover de weg die aangelegd wordt. Dus de materialen zijn veel en veel minder. Die kolommen die zijn heel erg smal en daardoor veel milieuvriendelijker. En hierna ziet u een aantal afbeeldingen van modellen die allemaal gemaakt zijn, al ontworpen zijn. De bovenste regel zie je links wat passagiersvervoer. Rechts al staan er voor de industrie, maar vooral midden rechts die container. Dat is eigenlijk een heel belangrijk deel van het vervoer wat hij nu aan het maken is. Door dit jaar eigenlijk de tegenwerking door de COVID hier was, is er wel versneld de containervervoer ontwikkeld. Dus daar hebben we alleen maar voordeel bij. Passagiersvervoer was er al. Hij heeft daar al een aantal patenten op. Er lopen er nog een paar die hij moet krijgen. Maar het ziet er gewoon heel goed uit voor onze toekomst. Maar wat kan hij ermee bereiken? Nou, ten eerste een beter leefmilieu voor dieren. Maar ook het transport zal versneld worden. Via de pallets en via containers. Hier rechts, het onderste plaatje, zie je pallets kunnen in een
vervoermiddel, maar ook containers kunnen gewoon over de rails heen gaan rijden. En alles is eigenlijk geïnspireerd en ook georiënteerd om de groene energie zoveel mogelijk te gebruiken. Ze hebben daarvoor ook een eigen opleidingscentrum, want dit is heel uniek in heel de wereld. En er zijn inmiddels ook al studenten afgestudeerd die verslagen geschreven hebben over Ininsky stringtechnologie. Dus dat is gewoon al heel mooi. Ze zijn al een paar jaar bezig. Maar nou krijg ik ook van veel mensen te horen, ja, maar dit is niet uniek. Dit bestaat al heel lang. Dit is niks aparts. Nou, dan zal ik u vertellen dat er toch wel een verschil is. Want je hebt tram- en kabelbanen. En linksboven het plaatje is in Duitsland. Dat is dus daar hebben ze een poging ondernomen om het in de lucht te gaan maken. Maar dat is gewoon een tram. In plaats van aan de onderkant wielen, hebben ze aan de bovenkant wielen. En zo ook in China. Daar hebben ze ook op het dak de wielen gemaakt. Maar dat is het enige verschil. De uitstoot is nog precies hetzelfde. En dan heb je linksonder de kabelbaan. Men zegt ook, ja, maar in de sneeuwgebieden, daar zijn al die kabelbanen al. Nou, dat klopt. Maar die zijn ook anders. Want die worden voortgetrokken aan een kabel. De naam zegt het al, kabelbaan. En als die kabel kapot springt, dan is er dus een groot probleem, zoals laatst, dat er een groot ongeluk is gebeurd. Die kabelbanen kunnen ook niet harder als 10 tot 20 kilometer. En dit hier, wat de heer Anatoly Janinski ontworpen heeft, kan tot 500 kilometer per uur. Dat is wel een verschil. Dat kan een kabelbaan totaal niet halen. En dan zie je links boven het plaatje, dat is de High Speed Unibus. En die kan dus tot 500 kilometer halen. En linksonder is de Unicar. En die kan tot 150 kilometer per uur. Dus meer stadsvervoer. En de bovenste is van stad naar stad. Dus die kan wat sneller erheen. Die heeft wat tijd nodig om de snelheid te maken. Maar dan kan die ook een aantal kilometers die snelheid gewoon aanhouden. En dat is in de stad niet. Dan moet je toch telkens afremmen. En dan zie je in het midden een plaatje. Dat is een transportband. En rechts zie je nog een andere manier van vervoer. Kun je zand of kolen of wat dan ook in doen. Daar kan heel veel mee vervoerd worden voor de industrie. Maar om even te vertellen wat het verschil is, hoe het gemaakt wordt. Als er een gewone spoorbaan aangelegd wordt, dan moet er van A naar B de grond geëgaliseerd worden. Dat wil zeggen dat een berg eigenlijk een soort afgegraven moet worden, of er moet helemaal een leiding doorheen, een baan. Maar de rivier die moet gedempt worden. En op die manier krijg je een gladde spoorstructuur. En dan zijn de dieren die in het water leven of op de berg, die hebben een probleem, want die moeten zich verplaatsen. Dus flora en fauna verandert. Daarna moeten ze een 2 meter brede, meerlaagse fundering leggen om het niet te laten verzakken. Dus voor die aanleg van de spoorstructuur. En pas daarna kan de rails er overheen gelegd worden en dan kunnen de treinen er overheen rijden. Want wat doet Janinski stringtechnologie? Die heeft geen wegbedding nodig. Die gaat de pilaren maken en daar boven overheen trekken ze een kabel. En die pilaren hoeven niet dik te zijn, zijn gewoon dunne pilaren kunnen dat zijn. En die kabel kan dan strak getrokken worden en die kan aan de zijkanten dan geankerd worden. En dan moet je eigenlijk hetzelfde zien als een koordloper, want die loopt ook over een strak gespannen kabel. En dit systeem is hetzelfde. Ook bij een gitaar wordt een snaar getrokken en die wordt naar gelang nodig vastgezet, strakker of losser. Dus dat is eigenlijk het verschil. En als die kabel dan dus daar zit, dan wordt die aan de zijkanten verankerd. Aan de zijkanten, zoals dus bij die gitaar, om het vast te maken. Maar zelfs dan zijn die pilaren niet allemaal nodig, want die kunnen weg. Gewoon, ze hebben een begin van een rivier tot zelfs na een berg, als het niet te groot is. Oh, ze hebben een grote overspanning. Het kan tot 200, 280 meter op dit moment. Maar men kan het blijkbaar tot 600 meter verlengen. En dat is wel heel veel. Dus de steunen kunnen heel dikwijls ertussendoor eruit. Dan heb je een langere afstand waar iets gebouwd kan worden. Dat wil ook zeggen dat het milieu, daar wordt niet aangetast. Men kan een heel grote overspanning maken en het dierenleefmilieu heeft gewoon daar helemaal geen last van. En dan kunnen ze om die snaar een stevige buis maken, een hard
harde structuur eromheen. En dat omhulsel, als dat eromheen zit, krijg je een unieke spoorstructuur. Men heeft dus ook een gebogen spoorstructuur, maar men kan ook dus de rechte stijve spoorstructuur hebben. En die rechte stijve spoorstructuur ziet er zo uit. Een doorsnee zie je hiervan, dan zie je een aantal snaren erin. En die liggen in een polymeeroplossing. En erboven overheen zit nog een hele harde laag. En dat was in eerste instantie niet, men wil het dat 100 jaar eigenlijk weinig onderhoud aan hebben. En het was in eerste instantie, kon hij die 100 jaar niet halen. Nu is er een bedrijf en die kan het leveren met een garandeerde hardheid dat er 100 jaar overheen gereden kan worden en dat het niet slijt. Dat is gewoon heel mooi. En ook als je hier ziet, dat plaatje, dan zie je ook dat die in de rails kan blijven hangen. Dus je ziet die rails met die snaren erin en er overheen loopt de motor. Maar aan de zijkant, in die oranje vakken, daar zitten eigenlijk de verbindingen die zorgen dat de spoorstructuur heel mooi over die rails heen blijft lopen. Het kan dus ook niet ontsporen. Het is een uniek beveiligings-ontsporingssysteem. Maar dan verder. De belasting kunnen ze nog zelfs verminderen. Door niet een hele lange trein te maken, maar hem gewoon veel korter te maken. Door de trein in stukjes te doen in feite, dus kleiner neer te zetten, wordt de belasting ook veel minder. Het is niet op één plaats een hele hoge belasting. En daardoor kunnen de wagons ook veel sneller, kunnen mensen in en uitstappen. Zit er iemand in, kan de eerste al weg. En zo gaat het zo snel dat als je gemiddeld gaat kijken, er elke 10 seconden een wagon kan rijden. Hoe geweldig is dat? Die ontwikkeling met via de computer, die technologieën, die zorgen ervoor dat dit logistieke probleem dus heel mooi opgelost kan worden. Maar er is nog meer. Want men kan ook een spoorstructuur aanleggen door een flat. Dan kan men een gedeelte van een flat zorgen dat daar een opstapstation komt. Voor en achter de flat zet men een pilaar neer. En de bekabeling gaat door de flat heen. Dan kan men daar een station maken, een opstapplaats. En de fundering van zo'n flat hoeft helemaal niet verzwaard te worden. Want er is geen belasting. Dat is gewoon heel mooi. En het is ook zo in Bergen, als daar dus gebouwd moet worden, hoeft men daar geen weg aan te leggen om daar de materialen naartoe te brengen. Want hier rechts zie je een plaatje van een drone die ze gemaakt hebben. En die drone die moet het mogelijk maken om tot 1500 kilo te kunnen dragen. Op dit moment zijn ze zover in de ontwikkeling dat hij al een gewicht van 600 kilo heeft kunnen dragen. Maar 1500 kilo moet mogelijk zijn, dus men is nu bezig om die drones nog verder te ontwikkelen om aan die 1500 kilo te kunnen komen. Hier zie je een aantal spoorstructuren. De bovenste is de enkele. De middelste is de dubbele spoorstructuur en de onderste is de doorgebogen spoorstructuur. De bovenste en de middelste zien er dus zo uit, net als dit plaatje wat ik daarnet ook heb laten zien. Dan heeft men ook een aantal, in het midden die ronde buizen, bekabeling erheen. Dan kan men nog andere dingen erheen laten gaan. En rechts zie je dus de doorgebogen spoorstructuur. En als je dan kijkt, die bril ligt erop. Dan zie je hoe smal dat dit eigenlijk is, dat er toch een wagon aan kan hangen. Het is zo super sterk materiaal, dat kan gewoon ja, met heel weinig middelen, met heel weinig materialen, kan men niet bouwen. En dan is er nog iets belangrijks. Want de wagons die worden zo gebouwd dat de aerodynamische weerstand van de lucht heel goed langs de wagon heen gaat. Als je bij een auto kijkt, dan zie je in die teststraten die ze maken, voor zijn de auto's heel mooi gestroomlijnd, maar achter heb je dikwijls een rechte achterkant bij een auto. En dan krijg je die wervelwind. En die wervelwind zorgt eigenlijk dat een auto wat afremt. Maar wat hebben ze nu gedaan met die high-speed unibus? Die hebben ze voor en achter een punt gegeven. Dus de werving van de wind, die gaat er overheen en ook eronder door, want er is geen weg. Onder de wagon is ook gewoon lucht, dus de wind kan er onderdoor en die gaat er vloeiend achter weer weg. En als je dan ziet de auto eronder, die houdt dan toch meer tegen. En als je dan het verbruik ziet,
wat hij daar heeft, dan is het met 0,65 of 0,065 moet ik zeggen, of 0,4 verschil in luchtweerstand, heb je wel een heel groot verschil, dat ook dus met het verbruik van de energie dus een heel stuk zal schelen. Die wervelingen en die rond die carrosserie wil dus heel veel doen als je daar een hele mooie werveling in kunt maken en dat het niet beïnvloed wordt door de omgeving, door de wind. Dit is de High Speed Unibus. Die is te bezichtigen geweest op de InnoTrans in Berlijn in 2019. En men heeft hem in werking kunnen zien op het Ecopark in Minsk. Daar ben ik ook geweest. En het was heel mooi om die Unibus daar eigenlijk, of die High Speed Unibus daar te zien rijden. Dan hadden ze bovenin reed dus deze Unibus en onderin hing nog een Unicar. En die ging daar de hele dag op en neer. En iedereen mocht er een ritje in meemaken. We hadden 3 verschillende modellen waarin we mochten zoeken waar we in wilden zitten. Om mee van A naar B te rijden en weer terug. Dus dat is wel heel mooi geweest. Het was echt heel uniek. En hiernaast zie je eigenlijk de kenmerken van de 2 verschillende voertuigen. Dan zie je allebei over een lengte van 100 kilometer wat ze verbruiken. De linker, die kan 14 personen vervoeren. En als die een snelheid heeft van 100 km per uur, over een lengte van 100 km, dan verbruikt hij 0,12 energie. Maar de High Speed Unibus rechts, die heeft over een lengte van 100 km, met een snelheid van 500 km, en 6 personen die erin vervoerd kunnen worden, een verbruik van 0,065. Dus dat is ook gewoon heel, heel weinig verbruik. Dat moet natuurlijk allemaal gedocumenteerd worden en men moet er eigenlijk ook goedkeuringen voor krijgen. En elk model voertuig moet getest worden. En er moeten echt verschrikkelijk veel testen voor gedaan worden. En deze documenten die de heer Anatoli hier laat zien, die bevestigen in feite dat er al een hele hoop testen goedgekeurd zijn. Hier zie je er nog een aantal meer, een paar. Ze hebben er veel en veel meer. Dit is nog geen 1/10 van alles wat je kunt laten zien. Er zitten certificaten tussen, patenten tussen en ook onderscheidingen, diploma's. En hier zie je links een plaatje. En daar zie je eigenlijk dat er in 2019 is door een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling is er ook een diploma uitgereikt. En rechtsonder, dan zie je het volgende, zie je dat de Europese Unie op 16 februari 2018 ook al een certificaat uitgegeven heeft dat de technologie goed was. En dat was dus bij de Internationale Association of Public Transport, de UITP. En dat is een groep van bedrijven, van meer dan 1400 transportbedrijven, en die in verschillende landen zitten, 96 om precies te zijn. En mensen die een beetje technisch zijn, die willen ook graag weten hoe het zit, want die geloven het niet allemaal zo snel. Nou, als je in het account kijkt, dan kun je dat op een gegeven moment ook vinden. Dan zie je alles gedetailleerd, hoe de berekeningen zijn en hoe ze eraan komen. En degenen die er een beetje verstand van hebben, die snappen het dan. Ik snap niks van dat alles wat daar staat. Maar die zien dan van, oké, dit klopt allemaal. Nu geloof ik het wel. Dus dat is wel heel mooi. Maar wij kunnen ook kijken bij de RSW Systems, rsw-systems.com. En dan zie je daar ook telkens verschillende verhalen of dingen die dan weer bekendgemaakt zijn. Kunnen we daar dan lezen, dan vertellen ze hoe ver dat ze zijn, wat er gebeurd is en hoe het werkt en zo. Dus dat is heel mooi om daar ook nog eens naar te gaan kijken. Maar dit zijn de modellen die daarin staan, die dus besproken zijn en die daar eigenlijk ook beschreven zijn. Maar om het even snel er doorheen te gaan hier, dan zie je bovenin dat het 1-2-persoons Uniwind. Daaronder zie je de Unibike U4-621. Daaronder de Unicar U4-430 of de U4-430-T3. Dat is de grotere. Er kunnen dus meer mensen in. En tot op dit moment weten we al dat er tot 200-250 passagiers vervoerd kunnen worden. Dus er kunnen meer tussenstukken eigenlijk tussen gezet worden. En daaronder zie je de Unibus. En die kan ook naar gelang korter of langer gemaakt worden. Hier zien we nog een Unibus. Die is net iets anders, de U4-220-T2. En daaronder zie je de High Speed Unibus.
En die kan dus tot 500 km/u. Alle anderen daarvoor, die kunnen allemaal tot 150 km/u halen. Dan de laatste twee daaronder, dat is voor de industrie. En dan zie je de Unitruck U4 131. Die is meer voor eigenlijk van een mijnbouw naar een fabriek te verplaatsen. En daaronder zie je de lopende band. En die kan op een andere manier weer grof materiaal op de band gegooid worden en op die manier vervoerd worden. Maar dit is het mooiste, de bovenste. Dat is de Unicont U49201. En daar hebben we sinds kort eigenlijk van te horen gekregen dat die $1 kost per 100 ton en per kilometer. En dat is heel erg goedkoop. Straks zal ik er nog iets meer van vertellen wat de kosten precies zijn. Maar dit is uniek in de wereld, want alle andere manieren van vervoer om de containers te vervoeren is veel en veel duurder. Dus heel veel bedrijven zijn heel blij met dit en die zitten eigenlijk te wachten tot alles goedgekeurd is. Want hier is nog geen certificaat voor dat het helemaal goedgekeurd is. Men is nu op dit moment nog aan het testen. Zo gauw als dit getest is en hij heeft de snelheid kunnen halen van 120 km/u, is dit ook in orde. En dat geldt natuurlijk ook voor de high-speed Unibus die ik daarnet hiervoor had. Die wordt op dit moment ook getest, deze tweede. En die moet een snelheid van 500 km/u gaan halen. En als dat gehaald is, dan is alles van de 15e fases allemaal in orde. En dan kunnen ze de fase 15 afsluiten. Maar zoals ik zo meteen ook wel ga vertellen, die lijn moet nog gebouwd worden. Daar zijn ze nog niet mee klaar op dit moment. Dan zie je de onderste twee. Rechts zie je eerst de Unitruck U471. Die wordt al flink getest in het park. Die is ook al goedgekeurd. En helemaal onder zie je de transportmodi met de lopende band. Om even te kijken wat de kosten zijn en het milieu, hoe het milieu belast wordt. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat vinden bedrijven ook, want die moeten aan hun CO2 voldoen. En als je dan kijkt, de bouwkosten voor de Skyway-modellen, die zijn in verhouding, dus hier links is Skyway heel laag wat de kosten betreft. En de rail of de vrachtauto, die zijn duurder. Maar als je daarnaast kijkt naar de milieuvervuiling, dan wordt het iets duidelijker. Want dan is Skyway-modellen zijn nog steeds heel laag aan milieuvervuiling. Maar de trein is er wat meer. Maar kijk eens wat de vrachtauto doet. En als je op de weg rijdt, hoeveel vrachtauto's kom je niet tegen? Als al die vrachtauto's, als die de lucht in kunnen, daar over het spoor heen kunnen rijden, dan gaat dat voor het milieu, voor elk land, heel veel voordeel leveren. Dus bedrijven en landen zijn er gewoon heel erg op gebaat om hier eens meer over te weten. En die houden ons heel erg goed in de gaten. En als je dan hier kijkt naar dit plaatje, dan zie je het verschil. Rechts zie je hoe het op dit moment is, best wel vervuild. En links zie je de container, het middelste plaatje bijvoorbeeld, dat de trein vervuild is, maar de container bovenin, die is dan veel en veel minder vervuilend. Plus, er kunnen ook nog eens onderin kunnen mensen vervoerd worden onder op de rail. En bovenin kan men de containers vervoeren. Dus het heeft ook nog eens niks met elkaar te maken wat snelheid betreft. En de vrachtauto daaronder, dan zie je in een fabriek kan men de wagons vullen met de pallets die ze hebben. En dan kunnen ze via de computer met de blockchain kunnen ze het naar heen sturen, naar welk bedrijf waar het naartoe moet. En dan gaat zo'n wagon er zelf heen. Want zoals je ziet, is hier geen plaats voor een chauffeur. En dat hoeft ook niet, want dat kan allemaal via de blockchain vervoerd worden. Dan hebben we hier een plaatje, want heel veel mensen zeggen van, ja, maar hoe is het nou? Het gaat allemaal door de lucht, maar dat vervoer door de lucht, als daar mensen in zitten. En er is een wagon die valt stil. Dat horen we ook heel dikwijls bijvoorbeeld in de berggebieden, dat daar dan mensen in de lucht hangen, in de kou, en dat die op een of andere halsbrekende toeren moeten ommaken om uit zo'n wagon te komen. Nou, daar hebben ze hier ook aan gedacht. Dat is helemaal niet nodig, want elke wagon zie je bovenin eigenlijk een staaf uitsteken. En die kunnen elkaar aankoppelen. Dus op het moment als er een wagon stilvalt, dan kan een volgende wagon komen en die kan hem aankoppelen en meetrekken of vooruitduwen naar het volgende station om hem daar te plaatsen en te gaan kijken wat er aan mankeert. Nou wil ik jullie ook even laten zien. Kijk naar het plaatje helemaal bovenin. Dan zie je daar een vijver. Ik ga straks daar iets meer over vertellen. Maar bekijk het nu even goed. Dit is een plaatje, want je ziet onderin de boompjes nog heel klein. Een plaatje over 2019.
Toen stond daar bovenin bijna niks. Je ziet daar één wit gebouw en nog daarnaast een gebouw in aanbouw. Maar verder zie je daar helemaal niks. Daar is men op dit moment heel erg ver mee om dingen te ontwikkelen. Dus daar kom ik straks op terug. Maar dan weet je aan de hand van dit plaatje wat er straks kan gaan gebeuren. Nu even verder met de andere. Want hier zie je dus wat ik daar straks zei. Toen ik in Minsk was, zag je bovenin de high-speed unibus en onderin de Unicar, waar mensen in vervoerd konden worden om mee te reizen, om te testen. En toen was in 2019, lieten ze al zien dat die high-speed unibus bovenin op en neer kon rijden. Daar mochten we nog niet in, wel in alle andere vormen van vervoer, maar deze lieten ze toen zien dat ze zover waren met testen. Was gewoon heel uniek, heel mooi om te zien. En ze hebben dus twee prioriteitsrichtingen van vervoer. De ene is voor personenvervoer tot 25 zitplaatsen. En de andere is containervervoer. En er kan verschillende manieren van containervervoer zijn. En de snelheid van het vervoer, hoe harder dat ze gaan rijden, hoe meer geluid dat het maakte. Het was al heel stil, maar men wilde het nog beter uitwerken om nog stiller te krijgen, hebben ze contact gezocht met een bedrijf en die konden zorgen dat het geluid nog meer geabsorbeerd werd. En dan zie je in die rondjes, daar zit eigenlijk een soort isolatie tussen, dat het geluid, wat het eigenlijk nog maakt als het heel hard gaat, dat geluid geabsorbeerd wordt en nog minder erg is. Plus, als je in dat middelste rondje ziet, dat onderste plaatje, ook met schroeven hebben ze nog iets kunnen doen. En dat laagfrequente geluid, dat is een bedrijf die daar dus meer in kan betekenen. Die is ermee bezig om dus de trillingsisolatoren, zo heten die dingen, ertussen te plaatsen, zodat de geluid wat ze nog wel maken, nog helemaal verminderd wordt. Men kan dus door materialen ertussen te plaatsen, nog meer absorberende geluiden laten horen. En dan zie je hier eigenlijk iets dichterbij, dan zie je die schroeven. Want blijkbaar kunnen ze door daar schroeven in te plaatsen het geluid ook nog verder absorberen. Hier zie je een plaatje van een weg en over die weg heen gaan de containers. Nou heb ik werk samen met iemand, wij in Nederland, Earl, en die kan een foto maken van een omgeving. En dan dit erin plaatsen. Dat is nog niet echt. De omgeving, die foto is wel echt. Maar erbovenin die rail, die kan hij erin plaatsen en dan laten zien. Kijk, zo kan het er straks uitzien. Er hoeft hier geen één vrachtwagen meer beneden te rijden. Die gaan allemaal erbovenin. En dat is heel mooi met opkruisingen. Want er gaan alle containers erboven overheen. En fietsers en voetgangers hoeven niet meer bang te zijn dat ze in een dode hoek zitten. Want die wagons, die gaan erboven overheen, die containers. En dan heb je daar als laagzaalverkeer geen last meer van. Ook de industrie, het middelste plaatje en ook het rechterplaatje, dat kan door water heen, door bergen heen. Er hoeven geen wegen aangelegd te worden. Het milieu hoeft niet aangetast te worden. Er hoeven geen bossen of wat dan ook gekapt te worden. Men kan gewoon op deze manier bouwen vanuit de lucht. Hoe geweldig is dat? Ze hebben daardoor ook minimale grond nodig. En bergen, bossen en wateren, zie je, zijn totaal geen obstakels. En terreinen hoeven ze niet waterpas te maken. En dus de trekroutes voor dieren, zoals je hier zit bovenin, zie je de containers door de lucht heen gaan. En onderin zie je de dieren, die kunnen gewoon leven. Er is geen weg. Ik ben ook in de Innotrans in Berlijn geweest in 2018. En daar was het gewoon heel mooi om te zien op de stand van Skyway. Daar stond de rechts die high-speed unibus. Maar het was zo druk op die stand. Hier is een foto rechtsonder. Dat het even minder druk is. Dan zie je als je kijkt, helemaal achterin zie je de high-speed unibus staan. Als je goed kijkt. En linkerplaatje onderin zie je hoe druk het op de gang nog was. En dan helemaal links zie je drie vertegenwoordigers van de stand er tegenover. Die hadden ook een of andere wagon er staan. En er was niet één klant. En die begrepen er niks van dat er zoveel mensen naar de overkant gingen kijken, naar het gekke ding wat daar stond. En zij hadden geen klanten. Die waren sprakeloos. Heel die week dat die Unitrans daar is geweest, hebben die haast niks te doen gehad. Ze hebben heel goed kunnen kijken hoe goed dat het bij ons eigenlijk ging met de mensen die kwamen kijken. En er zijn ook heel veel goede contacten gelegd met bedrijven en landen die dus toen gesprekken wilden aangaan om erover te praten als het in hun land kwam, wat dat voor hun land zou betekenen.
Hier zien we het motorwiel. En het motorwiel, met aan de hand van die man die er staat, met die arm, dat je ziet hoe klein dat motorwiel eigenlijk is, daar zit patent op. Wij weten niet precies hoe het daar binnenin werkt. Dat mogen we dus ook niet weten, want een patent wil zeggen dat je een heel aantal jaren, ik geloof meestal 15 jaar, de enige bent die dit mag, kan en mag leveren. De concurrentie mag het niet namaken. Dus u begrijpt dat de heer Anatoly Juninski niet gaat vertellen hoe dit werkt. Over zoveel jaar, als het patent verloopt, dan kan de concurrentie komen om dit na te maken. Maar op dit moment is hij de enigste die dit dus mag maken. Als je patent hebt, wil dat zeggen dat je iets heel erg unieks hebt. Dit is het kantoor. Hier zitten mensen te werken. Ze hebben 1000 mensen in dienst, waarvan 600 ingenieurs. En rechts zie je het nieuwe kantoor. Eerst hadden ze een kleiner kantoor. Maar op dit moment is er een nieuw kantoor wat ze betrokken hebben. Heel dit gebouw is helemaal voor Skyway. Er zitten echt zoveel mensen hebben ze nodig. En sinds 2019 hebben ze dus meer dan 1000 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. En de totale oppervlakte aan kantoorruimte en productiefaciliteiten samen is meer dan 10.000 vierkante meter. Hier zie je dus zo'n bedrijf, zo'n fabriek. Dit was de eerste fabriek en dat achterin zie je dat witte gebouw, dat was toen het kantoor, het eerste kantoor. En dat blauwe is de fabriek. En als je dan kijkt, linksonder zie je een wit dak met ook een, onderin een omgetrek blauw. Daar stond ook een gebouw. Daar hebben ze later een groter gebouw neergezet. Kan ik je op het volgende plaatje dadelijk laten zien. Maar hier hebben ze in eerste instantie dus de vracht- en passagiersvervoer ontwikkeld. En met een capaciteit van 2 tot 250 passagiers. En het laadvermogen van een container is van 2 tot 35 ton. En de productiehal zie je rechts. Dan zie je op de plaats waar eerst dat kleine productiehalletje stond, zie je nu rechtsboven, en dan ook helemaal in het uiterste puntje rechtsboven, dat daar een veel grotere gebouw neergezet is. Dat is het eerste productiefaciliteitgebouw geweest. En zo is men begonnen. In 2015 heeft men in Minsk een stuk grond toegewezen gekregen, een oud militair vervuild terrein, wat ze eerst helemaal hebben moeten ontginnen, helemaal moeten schoonmaken. En als je dan kijkt, zie je er achterin een water. Dat is dus die vijver die je er net al zag. En straks zie je nog meer van die vijver. Dan zie je wat hier rechts naast het stuk grond wat ze eerst gekregen hebben, wat ze konden ontginnen, waar gras is. Dat hebben ze nu ook allemaal. En dat hebben ze dus ook verder ontwikkeld. En dat zie je zo meteen verder. Hier zie je rechts het plaatje hoe het er in 2019 uitzag. Dan zie je al dat die waterplas al veel meer aan gewerkt is en gedaan is. En dat de spoorlijnen die daar gebouwd zijn, dat er al veel meer lijnen zijn. Rechts onderin zie je eigenlijk de toegang, de eerste toegangsweg is dat. En dan zie je daarna zie je al die lijnen waar de testen gedaan worden voor al de verschillende wagons die er zijn. Dit is een foto die in werkelijkheid te zien is. Hier hebben ze het mooi kunnen maken dat je ongeveer alle modellen ziet. Boven in de high-speed unibus en daaronder zie je alle andere modellen die ze dus constant de hele dag kunnen testen daar. En dan gaan we nu nog even iets vertellen over de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat is het eerste land geweest wat eigenlijk het unieke zag. En die dacht van nou, hier moeten we bij zijn. Olie zal straks niks meer worden, maar het zal minder worden. En hier kunnen wij aan de wereld laten zien dat wij innovatief ook heel veel doen. En de bovenste drie plaatjes zijn plaatjes uit de maquette. En rechtsonder zie je het eerste gebouw, eigenlijk het eerste houten huis in de Verenigde Arabische Emiraten. Officieel mag daar geen houten gebouwen gebouwd worden. En Juninski heeft toestemming gekregen om daar een houten gebouw te plaatsen, om te laten zien dat dat heel goed werkt. En dat heel goed is ook om in de Emiraten te bouwen. Dus je ziet rechtsonder dus het houten gebouw wat gebouwd is. En rechtsboven was de maquette hoe dat ze dachten dat het zou gaan worden. En dit is de eerste lijn die gebouwd is. Dan zie je achterin het station. Van het station naar de eerste pilaar is 100 meter. Tussen de eerste en de tweede boog is 200 meter. En dan gaan ze weer 100 meter naar het volgende station.
En linksonder heb ik dus een plaatje neergezet dat ze nu dus ook met de containers aan het testen zijn. Dus die containers die worden dus op dit moment op deze lijn getest. Maar die gaan straks ook op de andere lijnen getest worden. Hetzelfde als eigenlijk als in Minsk. En wat is de toekomst? Skyway wil voldoen aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften in Dubai. Ze willen de rail een gegarandeerde duurzaamheid geven van 100 jaar. Het voorkomt, omdat er een ijzeromhulsel om de snaren heen zit, voorkomt het de carrosserie van die draden te beschermen tegen zware weersomstandigheden zoals die daar zijn in dat warme klimaat met veel woestijnen en zandstormen. En die draden die zitten in een polymeeroplossing. En dit systeem heeft veel minder land nodig. De infrastructuur die ze nodig hebben is veel en veel minder als dat je een weg gaat aanleggen. En het geeft dus bijna 5 keer minder energie wat het nodig heeft dan de normale elektrische voertuigen. Dat is een groot verschil. Sorry. Dan hebben ze ook samenwerking met partners. Het eerste bedrijf wat ik hoorde, wat voor mij heel erg interessant was, en zeker ook voor mij, voor mensen die voor mij in mijn team zitten in België, die kenden allemaal dit bedrijf. Dit bedrijf, ik kende het niet, maar zodra ik de naam Bekaert noemde, hadden ze zoiets van, wauw, als dit bedrijf aan Skyway gaat leveren, dat is zo'n groot bedrijf, zit wereldwijd overal, die heeft meer dan 50.000 mensen in dienst, en die zit geloof ik in meer dan 45 landen zijn ze aan het werken, en die konden dus aan de behoefte voldoen om een constante stroom te leveren van bekabeling, om straks als Uniski String Technologie veel meer gaat bouwen, om al die bekabeling ook te leveren. Dus hoe mooi is het dat? Het ligt nu dus klaar. Als je op de Google Earth kijkt, dan zie je op het park, zie je deze kabels liggen. Dat is wel heel mooi, dat je ziet van, goh, daar liggen ze. Het is echt geleverd. Hier zien we de foto, hoe het eruit ziet. Je ziet er achterin de bogen, waar het in moet komen. Maar hier ligt dus de bekabeling die geleverd is door een Europees bedrijf. Maar er is meer samenwerking. Want ze hebben ook samenwerking met een bedrijf wat zorgt voor de verlichting. Noodverlichting en al die soort dingen meer. Dat moet ook allemaal een hele strenge Europese eisen voldoen. Europa heeft een van de strengste eisen. En ze zorgen ervoor dat het aan de Europese transportregelgeving voldoet. En zo levert ook nog een ander bedrijf, die levert dus hoogwaardig gehard gewal staal. En die zorgt dus dat het meer dan 100 jaar eigenlijk weinig kosten heeft, mee zal brengen en onderhoudskosten en ja, eigenlijk dat het versleten gaat worden. Dus het moet 100 jaar kunnen meedraaien. Dit bedrijf is een heel groot bedrijf, heeft 500 kantoren in meer dan 50 landen, heeft 52.000 mensen in dienst. En in het boekjaar 2018-2019 hadden ze een omzet van 13,6 miljard. Met een bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljard. Dat is gigantisch goed. Ze zijn marktleider en ze leveren onder andere ook materialen aan Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Zo zie je dat ze voor meerdere bedrijven zorgen dat ze aan wereldwijde klimaatdoelstellingen kunnen voldoen. Ze werken dus ook mee aan de ontwikkeling van de CO2-uitstoot, dat die op de lange termijn verminderd kan worden. In oktober 2019 werd het Skyway Testcentrum bezocht om daar zelf te beoordelen, willen wij met dit bedrijf samenwerken, hoe zijn ze aan het werken. Ze hebben het park bezocht, ze hebben de fabrieken bezocht, ze hebben alles bekeken en goedgekeurd. Zo'n bedrijf gaat niet zomaar met een bedrijf in zee. Die wil zekerheid hebben. Die wil niet met een of andere charlatan gaan werken. En ze hebben hier gewoon gezien, dit bedrijf is goed. Hier willen wij mee samenwerken. Maar waarom? Wij kunnen dus in dit bedrijf ondersteunen. Er kunnen mensen investeren in dit bedrijf. En waarom zullen bedrijven en landen investeren? Nou, dat is omdat ze veel goedkoper kunnen werken. De uitstoot in de atmosfeer veel minder is. En de aanleg van een kilometer stringtechnologie heeft maar 100 vierkante meter land nodig over een kilometer. Nou, een gewone weg heeft veel meer vierkante meters nodig. En door de transport op een hoger niveau te doen boven de grond, gaat het leven onder de grond kan doorgaan.
dieren kunnen hier gewoon leven, kunnen van links naar rechts onder het spoor door, wat bij een weg niet zou kunnen. De voordelen. De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele spoorvervoer. De elektrische voertuigen verbruiken minder energie dan auto's. Het is ook veel en veel goedkoper om te bouwen en te exploiteren dan een hyperloop of een monorail. Het is een energiebesparende oplossing met een elektromotor die deels op zonne- en windenergie aangedreven kan worden. Er zijn nog meer voordelen. Het is 3 tot 5 keer lager dan de kosten van de meest betaalbare conventionele vervoerssystemen, zoals wegen, spoorwegen en kabelbanen. De elektropods van Unicont die zijn geregistreerd, daarom dat R'tje. En ze kunnen de snelheden halen van 120 km per uur en ze hebben een prijs van 1 cent per ton kilometer. Maar ook de late lostijden zijn aanzienlijk verkort. Ga maar eens kijken naar de filmpjes die er zijn over hoe een container van een schip gehaald kan worden en op zo'n rail geplaatst worden om van A naar B gebracht te worden. Dat is heel veel verschil is dat. Hier zie je de bouw in de Emiraten, de Verenigde Arabische Emiraten. De eerste bogen zijn geplaatst en links zie je een station wat in aanbouw is. Hier vertelt een man wat ze daar aan het bouwen zijn. Hij staat nu op het ecohuis. Je ziet de plantjes die er staan, die moeten gaan groeien. En hij wijst in de richting waar de vierde lijn moet komen voor de hoge snelheidslijn. Waar dus een snelheid van 500 kilometer gehaald moet worden. Er is daar nog niks gebouwd zoals je ziet. Er staat nog geen één pilaar. Waarschijnlijk zijn ze op dit moment aan het bouwen. Want dit is een foto uit een filmpje van najaar 2020. Met het Ecofest 2020. Wat Janinski destijds via internet gedaan heeft. Omdat we er niet naartoe mochten. En toen werd er verteld dat daar de vierde lijn zou komen voor de High Speed Unibus. Dus ik ben benieuwd hoe ver het daar nu is. En hier is eigenlijk een plaatje van hoe je de wielen, hoe weinig dat die eigenlijk verslijten. Je ziet rechts dat de ijzeren bovenlaag, er ligt een laagje overheen, die extra harde laag, die een duurzaamheid heeft gegarandeerd van 100 jaar. En door die harde staalbuis eromheen, voorkomt dus de energie van de carrosserie, voor de 8 voorgespannen draden die eigenlijk omhuld worden door dit ijzer. Sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert Skywell de elektrische transportsystemen op basis van gepatenteerde PTS-technologie. En onlangs hebben ze dus aangekondigd in het voorjaar dat ze overgaan van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. Het belangrijkste zakelijke voordeel is de laagste marktkosten voor de verhoogde wegen, beginnend per 1 miljoen per kilometer. 1 miljoen voor de bouw van 1 kilometer spoor, 1 miljoen. Dan denk je dat is hartstikke duur, maar als je ziet dat andere bedrijven veel en veel meer kosten maken om in Dubai bijvoorbeeld om daar 1 kilometer aan te leggen, kost veel en veel meer. Hier is het 3 tot 5 keer lager. Dan de vrachttransportsysteem. Hier zie je rechts een plaatje. Hier wordt de container getest. Daar zie je nog alle elektrische verbindingen, draadjes. Ja, alles zie je eigenlijk. Er zit nog niks netjes om hulsel omheen. En zo wordt het eigenlijk in het begin getest. Ik heb zelfs filmpjes gezien waar mensen met een laptop meelopen om alles te kunnen registreren wat er gebeurt. Het gaat in het begin heel langzaam, totdat ze telkens sneller en sneller kunnen, tot ze de snelheid gehaald hebben die ze willen. Even vonden, hij komt niet. Ja. Hier zie je het plaatje rechts, dan zie je dat er alles al mooi omheen zit, dat het klaar is, dat ze verder zijn met testen. En nu weten ze dus dat ze de oplossing kunnen bieden om de laagste bezorgkosten te geven. Ze zijn minimaal 20% lager dan de meest betaalbare aanbiedingen voor zeevervoer. Terwijl het per spoor 2 keer en over de weg 3 keer duurder is.
De belangrijkste uitdagingen zijn de huidige hoge snelheidstransportsystemen. Daar zijn vooral voor de kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. En jaarlijks onderhoud is ook nog eens 100.000 per kilometer. U weet nog dat ik daarnet zei, van het Skyway-systeem kost 1 miljoen per kilometer om aan te leggen. En bijna geen onderhoudskosten. Als je dan ziet dat de hoge snelheidswegen per kilometer 30 miljoen kosten, wat denk je als hier straks een traject in de Verenigde Arabische Emiraten klaar is en in Minsk, hoeveel landen hierin mee willen doen? Heel veel. Als je dan kijkt naar de Hyperloop-technologie, waar in Nederland nu ook heel veel over te doen is, die constructie ervan wordt nu al geschat op minimaal 50 miljoen per kilometer. Maar de technologie is nog in de conceptfase. En je weet allemaal, zelfs als het een aanbesteding is en ze zeggen dat ze voor een bepaald bedrag kunnen doen, dat het altijd nog veel en veel meer gaat kosten. Nu hebben ze dus geschat dat het 50 miljoen per kilometer kost. Nou ga maar na dat dit veel meer gaat worden. En als Skyway kan bouwen voor vanaf 1 miljoen kilometer tot 5 tot 8, gemiddeld ongeveer 5 miljoen per kilometer, nou, dan is dat toch een heel, heel groot verschil. Oh, hier staat het dus. Sorry, ik was al verder met praten als ik mijn plaatje liet zien. Dus de snelle bovengrondse wegen van Janinski stringtechnologie, die een gemiddelde kostprijs van 5 miljoen per kilometer. Ze gaan dus de industrie heel erg veranderen door hun wegen en ook nog hun viaducten, maar ook alle transportvoertuigen die ze hebben. Als we het samenvatten, dan kunnen we zeggen dat het bovengrondse transport van Janinski stringtechnologie innovatief is, ook snel, heel veilig, heel economisch goed, het is eenvoudig te integreren en het is heel milieuvriendelijk. Wil je daar meer van weten, ga naar de site rsw-systems.com en dan kun je veel en veel meer hierover vinden. Nou zeggen mensen van, goh, we weten dat het crowdfunding is. Maar hoe zit het dan met crowdfunding? Kan ik hier nog iets in bijdragen? En ja, dat kan. We zitten nu in fase 14.2 vanaf 21 juni. En we gaan tot en met fase 15. Dus mensen die zeggen, nou, ik vind dit een geweldig project, die kunnen hier nog een geldbedrag geven om te zorgen dat dit versneld nog gebouwd kan worden. Want dit is echt alleen gebouwd op geld dat mensen via crowdfunding hebben gegeven. Er zit niet 1 cent lening bij. En alles wat je daarnet hebt gezien, de gebouwen, de kantoorgebouwen, maar ook alles wat gebouwd is, is allemaal gebouwd met geld wat mensen hebben gegeven, omdat ze dit zagen, hoe goed dat dit was voor het milieu en alles meer. En dus daar is het mee gebouwd en totaal geen geld voor een hypotheek. En iedereen die hier een stukje in bij heeft gedragen om te ontwikkelen, is eigenlijk een klein beetje eigenaar. Dus hoe mooi is dit? En hier zien we twee mensen die naar een land zijn gegaan waar ze als eerste hierin verder wilden. Die wilden met de mensen spreken achter het bedrijf. Door de beperkingen van reizen heeft men het anderhalf jaar niet daar naartoe kunnen reizen. En hier staan ze op het punt om op het vliegtuig te stappen om naar Vietnam te gaan. En je ziet hoe ze ingepakt zijn. Zelfs de schoentjes aan. Ze hebben ook handschoenen op. Hebben ze bij. Zo zaten ze in een vliegtuig en zo hebben ze daar naartoe gemoeten. Dan zouden ze 14 dagen in quarantaine moeten en dan konden ze ruim 3 weken met bedrijven in Vietnam gaan praten, want er waren verschillende bedrijven die wilden dat ze daar kwamen. En ze zijn eraan toegegaan en als verrassing kregen ze daar te horen dat ze geen 2 weken in quarantaine hoefden, maar zelfs 4 weken moesten. En daarna hadden ze maar ruim een week over om met verschillende bedrijven te praten. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben echt heel hard gewerkt om in die ruime week zoveel mogelijk met bedrijven te praten, om handtekeningen te zetten, om afspraken te maken. En ze hebben daar heel goede zaken gedaan. Daar kunnen we op dit moment verder nog niks van zeggen. Waarschijnlijk zal het pas na oktober komen als het de World Expo in Verenigde Arabische Emiraten is gestart. Want tot die tijd mogen de Verenigde Arabische Emiraten het bedrijf zoveel mogelijk promoten naar de wereld toe. En ja, dat is voor ons nog even vervelend, maar het zijn de laatste loodjes
En dan gaan we straks heel, heel veel nieuws krijgen. Hier hebben we nou een keer het mooie plaatje, want dat vind ik gewoon een hele geweldige foto. Al die groene blokjes daar, dat zijn in feite vrachtauto's, containers. En die gaan nu allemaal door de lucht. In zo'n uitgestrekt gebied kan de natuur zijn gang gaan, dieren kunnen eronder leven. Er is geen auto die hieronder over de grond heen rijdt. Ze hoeven niet bang te zijn dat hun leven gevaar loopt. Het gaat geruisloos erboven overheen en de dieren kunnen verder leven. Hoe mooi is het als straks de wereld er zo uit gaat zien. Dat wij ook allemaal door de lucht heen reizen. We niet meer met onze auto's over de weg heen hoeven. Gewoon een heel mooi structuur gebouwd is. Zoals nu een tramsysteem. Dat mensen dadelijk van A naar B kunnen reizen. Van huis naar huis. In dit soort systemen. Hoe mooi is dat? Als je hier iets meer van wilt weten en nog meer wilt opzoeken, hier zijn een aantal filmpjes waar je naar kunt gaan kijken of sites die je kunt gaan bezoeken. Maak er een foto van en ga even kijken dat je daar wat meer kunt vinden. Ben je nou heel erg nieuwsgierig en zeg je ja, maar ik geloof het nog niet erg. Ik wil het zien. Een bedrijf wat naar een beurs wil gaan en dat is wat men straks in de toekomst ooit wil, dat heeft een whitepaper nodig. En zij, de String Technologie, heeft die whitepaper gekregen. En die kun je helemaal doorlezen en dan lees je er alles van. Dan weet je alles van een bedrijf. Dat het gewoon helemaal klopt, dat het helemaal in orde is. Dus ga daar kijken. Ga kijken wat je daarvan vindt. Wil je meer weten? Ben je nieuwsgierig geworden en heb je geen mensen die je verder in kunnen helpen? Ik kan u helpen. Ik mag me altijd bellen. Mijn telefoonnummer staat hier en ook Elker Jager is ook mijn collega van mij. Een van de 5 mensen die nu Skyworld Community in Nederland promoten. En wij zijn ten alle tijde bereid om mensen die niemand meer hebben waar ze terecht kunnen, om hun vragen te stellen, om mensen van antwoorden te voorzien. Dus u bent altijd welkom om ons te bellen. Nemen we niet aan, dan zijn we in gesprek of op een andere manier. Wij bellen altijd terug. Laat een telefoonnummer achter of zet even iets in de WhatsApp. En wij bellen u terug en wij staan u te woord. Dan wil ik u nu danken voor uw interesse. En wil ik nog wel vertellen dat wij 17 juli in Zeeland zijn, in Tholen. En dan zijn we op een zaterdag, is dat een zaterdagmiddag. En dan zijn wij als groep van de leiders van Nederland, wij 5, zijn daar aanwezig om mensen echt weer in het echt te zien, om daar te spreken en uitleg te geven over het systeem. We gaan daar iets uitgebreider op in. We hebben er meer tijd voor als nu in dit uurtje maar. Maar wij hebben hier de basis uitgelegd en daar gaan we iets verder op in om wat meer nog dieper erop in te gaan en iets meer te vertellen. Maar dit is gewoon de basis dat voor heel veel mensen al belangrijk is om te weten hoe het werkt en hoe het is. Ik denk dat volgende week Earl, die zal volgende week de presentatie geven, dat hij waarschijnlijk alweer iets meer kan vertellen. We weten waarschijnlijk dan iets meer. Maar dus even afwachten of we het al naar buiten mogen brengen, want wij brengen alleen maar alle officiële informatie die goedgekeurd is naar buiten. En dan wil ik u verder eens danken voor het luisteren. En zou ik zeggen, kom volgende week op de presentatie, de webinar van Earl. Of anders op zaterdag kunt u zich aanmelden. In Skype staat het en anders vraagt u het maar aan ons. Moet u even aanmelden waar het ergens is in Zeeland. We hebben daar nog een aantal plaatsen vrij waar u kunt komen. Dus dan bent u van harte welkom en dan kunt u ons een keer persoonlijk zien en met ons persoonlijk praten. Nou, dan wil ik u bij deze danken voor het luisteren. En graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ik zet nog even een filmpje op. En dan kunt u daar nog even naar kijken. En dan wens ik u nog een fijne avond. Dag.